Welkom bij de 14.4 in en om de bloedvaten biocast. Als je kijkt naar deze slang met water, dan stroomt het water daar eigenlijk niet zo heel erg hard, maar vrij rustig uit. Als je die opening kleiner gaat maken, dan gaat het water veel harder spuiten. En spuit het veel verder weg. En zo is het ook bij je bloedvaten. Als de diameter kleiner wordt, komt er meer druk om het water in de slang en stroomt het water sneller. Zo werkt het ook in je bloedvaten. Zoals gezegd, in en om de bloedvaten heet deze biocast. En we gaan kijken naar de drie verschillende bloedvaten die je hebt. Dit bloedvat bestaat uit een endotheellaag, een basale membraan, een elastisch bindweefsellaagje, een glad spierweefsellaag en een dikkere bindweefsellaag. En dit is een arterie. Let op het kleine lumen en de dikke wand. Die dikke wand kan uitzetten tijdens de kamersystole. Als de diastole plaatsvindt, dan veert hij weer terug. Zo loopt de druk niet te hoog op. We kijken naar een ander bloedvat. Ook weer een endotheellaag. Ook weer een basaal membraan. En een veel dunnere laag met glad spierweefsel. Een bindweefsellaag eromheen. En in het midden zie je een klep. En dit is een vene. Let op het grotere lumen en de klep erin. En dit is een capillair met een heel dun endotheellaagje en basaal membraan eromheen. En voor de rest niets. Daardoor kan het vocht makkelijk daardoorheen lekken. En hier zie je atriolen, capillaire. Bij het meten van de bloeddruk wordt met een opblaasbare band het bloedvat dichtgeknepen. Dat gaat met een druk van ongeveer 26 kilopascal. De druk wordt dan verlaagd totdat tijdens de kamersystole er net weer bloed doorgelaten wordt. En dan gaat hij verder open totdat het bloed gewoon weer doorstroomt. Hier zie je een grafiek van de snelheid waarmee bloed stroomt en de totale oppervlakte van de verschillende vaten. Hier zie je de druk in de verschillende bloedvaten. We kijken naar een grafiek van een capillair. Dit is het begin en dit is het eind. Dit is de druk in dat bloedvat en die loopt van 4,6 naar 2,3. En dit is de colloïd-osmotische waarde in dat bloedvat. Die blijft hetzelfde omdat grote eiwitten daar niet door kunnen. In dit gedeelte is er meer druk, zodat er filtratie plaatsvindt. Hier is de druk kleiner dan de osmotische waarde, dus vindt resorptie van weefselvloeistof plaats. De rest van de weefselvloeistof gaat via het lymfatisch systeem. Hier zie je een lymfeknoop en op deze manier, doordat er kleppen zitten in de lymfevaten, gaat het lymfe door de lymfeknoop. Daar zie je de kleppen en hier zitten de witte bloedcellen. Dit was hem alweer, de 14.4 Biocast. Veel succes met studeren!